Welkom bij deze Genkers Extra. En Jelle Gaap. Jelle is moe van First Look. Dat kan je zien aan deze Gaap. Ik zei net dat ik niet moe was. In Believe Maandag zei ik dat ik niet moe was. En ja, je hebt al je energie, al je kruid heb je verschoten. Ja. In Believe Maandag. Ja, behalve dat we ook nog deze Genkers Extra hebben. En deze Genkers Extra draait om iets wat eigenlijk mijn werk is. En dat is namelijk de aflevering. Ja. Die vanavond op tv is. Om een 9:45. Ja. Ish. Ze hebben gewoon om 9:30 in. Je bent zo mellow nu. Ja, ik ben ineens soort van. Ik denk eigenlijk, ik ging na brievenmaanden ging ik zo onderuit gezakt zitten. Dat moet je niet doen. Zoals nu. Dat moet je niet doen. En het is helemaal klaar ineens. Ja. Met de energie. Ja. De aflevering van vanavond zit wel vol met energie. Dat is namelijk zeker wel. De Jottebiel. 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 Aflevering. Waarin gescheurd wordt met de mannen van Monster. Er is een hele roadtrip natuurlijk naartoe. Als je eerder een Gatable trip hebt gezien, dan weet je misschien al een klein beetje wat je kan verwachten. Er zijn feestjes, er zijn vette auto's, er zijn chicks, er zijn snelheid, alcohol. Vette landscapes natuurlijk, omdat we naar Noorwegen rijden. Ja. Dat vooral inderdaad heel erg. Er zijn problemen bij de grens. Er zijn dat is een goeie, soort inderdaad. Van death-defying stunts bovenop een camper met een camera. Het is van alles. Het is spanning en spektakel is het vanavond. Ja, dingen dus, die je nog niet hebt gezien in de web-edits, die komen hier in terug. Want we hadden gewoon zoveel geschoten dat we zoiets hadden van... We maken er ook gewoon een vette aflevering van. Ja, dat hebben we vaak tegenwoordig. Ja. Dan hebben we zoiets van, dit gebruiken we voor de aflevering. Dat komt dan niet in de web-edits en de rest is al eerder online geweest. Ja. De mensen die dus bijvoorbeeld een premium abonnement hebben, die kunnen vanavond of morgenochtend. Morgenochtend kan je dan de aflevering kan je meteen checken op de website. Ja, dus voor de mensen die er niet zijn, komt die ook op de website. Dat wil ik even verduidelijken, want er zijn af en toe wat vragen over. Ja. Maar dat duurt volgens mij een kleine 2 à 3 weken later. Nee, dat is dus niet... Want de laatste aflevering is volgende week, of is deze zondag, dan wordt die herhaald namelijk. Ja. En dat is ongeveer een week later. Dus zeg maar, dus niet dit weekend, maar het weekend daarna. Dus dat is inderdaad effectief ongeveer 2 weken later. Ja. Komt die ook gewoon, maar dat is zoals we dat vroeger altijd al deden, komt die op de website. Ja. Met dat ze inderdaad gewoon de hoop dat jullie gewoon lekker allemaal naar Spike gaan kijken. Precies. Maar ja, premium, die krijgt hem dan, omdat ze premium zijn, krijgen ze hem morgenochtend al. Ja, doen we gewoon. Pimpen en volgende week is er weer een aflevering. Ja. Maar daarover meer. Want die zijn we nu nog aan het afmaken. Ja.